Deze nieuwsuitzending is in verband met de aankomende verkiezingen. Want die zijn er weer. Voor de gemeente, volgens mij. Echt precies weten doe ik het niet, want ik ga niet meer naar de verkiezingen toe. Ik ben ook niet meer benieuwd naar de verkiezingsuitslag. Wat maakt mij het uit? Ik wil dat geld terug van de JSF. Daar zou ik wel voor willen kiezen. En dat wij al dat geld dat we uitgegeven hebben aan de Europese Unie, dat we daar een rechtszaak over gaan beginnen. En in eerste instantie krijgen wij op een G-rekening of zo van de Europese Unie al dat teveel betaalde geld terug. Dan kunnen we daar wat moois mee gaan doen hier in Nederland. Dat soort dingen zou ik voor willen stemmen. Oh, en het verplichte onderwijs. Ook mee kappen. Maar veel te duur. Kinderen niet naar school willen. Mooi zo. Ja, maar Perry, dan gaan die kinderen rottigheid uitvreten op straat. Ja, nou, daarvoor hebben wij de buurtwacht. Die kost ook niks. Er is een of andere bejaarde iemand in de bouw heeft gewerkt. En die zegt, hé, rotjochies, hou eens op. Of een baantje voor die kinderen heeft. Als je dan toch zo druk wil zijn, dan kan je ook al 10 euro verdienen. Dan mag je mijn tuin schoonmaken. Verplichte onderwijs afschaffen. Verplichte volksverzekering voor de ziektekosten afschaffen. Nergens voor nodig. Het zijn overbodige producten van de overheid, waar de overheid helemaal niet voor bedoeld is. De overheid moet toezicht houden en dat doen ze niet. Ze weten nooit ergens wat van. Altijd van, ja, nou, ik heb het misschien wel gehoord, maar daar kan ik nu niet zoveel over zeggen, want ik weet het nog niet. Ja. Nou, dat is geen toezichthouder. Dat is gewoon een toezichthouder met een blinddoek. Dan zou je bijvoorbeeld vragen, wat is de totale afdracht geweest aan de Europese Unie? Of zou je vragen, wat heeft dat geintje met dat uitkopen van de ING, de Internationale Nederlandengroep, wat heeft dat eigenlijk gekost? En is het de taak van een overheid om een bank uit te kopen? En van wiens zijn geld dan eigenlijk? Mijn geld? Ik ben zo arm als de neten, dus ik heb helemaal toen al geen zin gehad om wat voor bank ook maar uit te kopen. Als die mensen zo dom zijn geweest om fout te investeren, nou, failliet met die handel. Ja, maar Perry, dat kan je niet maken, want er zijn ook mensen die hebben in goed vertrouwen hun spaargeld aan een bank gegeven. Ja, dat was ook echt de bedoeling, dat er een duidelijk onderscheid was tussen een investeringsbank en een spaarbank. En heb je een spaarbank die met jouw spaargeld ongelooflijk risicovolle dingen gaat doen? Ja, in de kranten mee. En niet die twee zaken mengen. Dat soort dingen zou ik willen. Ik zou ook willen dat die staatstelevisie, dat we dat afschaffen. Maar geen enkele zin. Dat kost alleen maar bakken met geld. Als mensen zo graag tv willen kijken. Dan... Jo, maar dat komt van de reclameinkomsten hoor. Ja, dat is toch de overheid niet voor? Betaald door de reclameinkomsten ons onzin te gaan lopen vertellen over dat fluoridering van het drinkwater helemaal niet zo erg is. Zeker dat je fluor in je tandpasta moet hebben. Goh, daar mag je niet over stemmen. Je mag stemmen op Jan Terlouw of
weet die man, Alexander Pechtold. Of wie zit er nu nog maar in de rij om premier te worden? Ik ben echt, de tel ben ik helemaal kwijt. Ik zou niet weten waar het om gaat. En hier in Arnhem dat gemeentebeleid, ik zou zeggen afschaffen. De gemeente in Arnhem zou fijn zijn dat ze een uitgiftestation is voor ID-bewijzen. Maar ja, dat kan ook gewoon in een voormalige nagelstudio, hoor. En waar heb je nog meer het gemeentehuis voor nodig? Om een uitkering aan te vragen? Zal wel. En de rest mag van mij, van de gemeente, iedereen aan. Wat moeten ze nou eigenlijk doen? Hier in Arnhem zijn ze heel druk. Elke week vergaderen met z'n allen. Iemand die moet al die stoeltjes klaarzetten en die moet er met een bezem doorheen en dan afloop, ja, dat zeil is al een beetje besmeukt, dus er moet zo'n poetsmachine overheen. En dan willen ze ook nog van die hoge gebouwen met van die lange ramen erin. Ja, wie gaat dat lappen? In de zin van wie gaat die ramen lappen en wie gaat dat geld lappen? Daar houden we op met een stomme vergader. We hebben het helemaal niet nodig. Ze hier in Arnhem stoppen met al die regels voor al die middenstanders en het een beetje makkelijk maken dat iemand wat kan gaan doen. Ja, dan gaan we nog wel een keer praten. Je moet kijken, ik schrok me helemaal dood een keer toen ik bij de biologische slager was en voor de grap even op de muur keek waar alle toestemmingsformulieren, contracten hingen die hij had tussen hem en de gemeente, provincie, overheid, zeg maar. Ja, dan vind je het gek dat alles zo duur wordt. Oh ja, en de BTW afschaffen. Slaat nergens op. Er is maar één vorm van belasting en die is terecht. En dat is de inkomstenbelasting. En die inkomstenbelasting die geldt voor de... Je hebt de natuurlijke personen en je hebt de rechtspersonen. Alleen voor de rechtspersonen. Dus als er een bedrijf is en die zit een partijtje geld te verdienen, ja, die mag over zijn inkomsten belasting gaan betalen. En als het een bedrijf is die zijn winst wegsluist door zijn medewerkers exorbitante salarissen te betalen, nou, dat hebben we zo in de gaten. Want dat telt niet mee. Dus een medewerker, de kosten van een medewerker, die trek je af voor het modale inkomen. En dat mag je in mindering brengen op je winst. En alles wat erboven zit, niet. Als je iemand 1 miljoen per jaar gaat betalen, nou, dan kan je ook wel een beetje belasting betalen aan de gemeente Arnhem, lijkt mij. Dank je wel voor de muziek. En BTW is alleen maar dubbel op, want er is al belasting op de omzet van een onderneming. Vennootschapsbelasting. Ja, die is er al. Dus waarom dan ook nog BTW-belasting? Accijns ook afschaffen. Ja, maar Perry, als we de accijns afschaffen, dan gaan mensen meer roken en dan gaan ze meer drinken en dan gaan ze ook nog meer auto rijden. Ja, misschien. Misschien ook wel niet. Maar als jij gelooft dat het nuttig is om accijns te heffen op alcohol en tabak en benzine, want er wordt er minder alcohol gebruikt en minder tabak verbruikt en minder benzine verbruikt. Ja, hoe denk je dan aan het belastingheffen op het werkgeven? Als jij nu werk wil geven, dan ga je belasting betalen. Waarom?
Eigenlijk? Sorry dat ik eigenlijk zei. Is dat om de hoeveelheid werknemers te verminderen? Doordat je het de werkgevers te moeilijk maakt om werk te geven? Want dan ga je belasten. En ik vind op drank, waarom moet je daar extra percentje op regelen? De overheid is ervoor om de infrastructuur in de fysieke en in de bestuurlijke vorm te regelen. Dus we hebben rechters nodig en milities. En die milities die moeten gratis op trainingsweekend kunnen en wij moeten het trainingsweekend betalen. Dat is allemaal logisch. Maar voor de rest hebben we toch helemaal niks nodig. Dat belachelijke onderwijs van de overheid afschaffen. Mijn dochter die kwam een keer thuis van was het primaire onderwijs. Met een of ander zeurverhaal dat ze voortaan geen vis meer zou willen eten. Want anders zouden de zeehondjes uithongeren. Nou, leuk is dat. Heb ik de hele dag hard gewerkt. En dan kom je thuis van je werk en dan mag je dat er eventjes uit gaan lopen redeneren. Terwijl dat kind al dood op is. En je ook snapt dat als je het nu niet aanpakt, dan gaat ze ermee in slaap vallen. Dan wordt ze morgenochtend wakker en is ze er helemaal van overtuigd. Ik heb mijn kind de eenvoudige vraag gesteld. Van wie zijn die haringen? Of wat voor vis dat ook maar is. Van wie zijn die vissen? Van de zeehondjes? En dan kan je tegen inbrengen dat we conform Genesis 2, het tweede hoofdstuk van het eerste boek van de bibliotheek, oftewel de biblio, de bibel. Tweede hoofdstuk, eerste boek, Genesis 2. Daar staat dat wij veganistisch door het leven kunnen. En dat het verstandig is om terug te keren naar die verhouding van ons tot de natuur. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar je gaat mij niet vertellen dat het kabinet of de regering of hoe ze ook maar heten, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, dat het allemaal veganisten zijn. Wel een beetje kinderen op school angst op het lijf jagen. Van ja, straks zijn niet alleen de vissen op, maar ook de zeehondjes zijn er niet meer. Nou, dan hebben wij alles kapot gegeten. Dan komt mijn dochter overstuurd thuis. Zo. De moeder kon er wat van om dat kind van stuur te maken, maar de overheid ook hoor. Ik heb haar een keer overhoord met geschiedenis, dat was op het middelbare onderwijs. En dat waren twee A4'en, nou iets groter misschien, over de jaren van 1750 ongeveer tot en met 1850. Het einde van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. Interessante periode geweest voor Europa, er is veel gebeurd. Bijvoorbeeld de oprichting van de Beierse Illuminati door de Jezuïet. En die heet Adam Weishaupt. Dat was misschien niet echt een Jezuïet, maar een Jezuïet is een meeloper. Of een handlanger. En die pagina's van haar over die periode. Er was twee zinnen over Adam Smith. Adam Smith is een econoom. Hij is natuurlijk overleden. Hij heeft economische boeken geschreven. Boeken geschreven over economie. Een hele mooie van hem is The Wealth of Nations. Zijn hoofdwerk.
Ja, twee regels. Nou, dan nog een beetje galalala over het koningshuis. En dan niet vertellen hoe dat allemaal in elkaar zat. Ben jij mal? Onze koning dit, onze koning dat. En volgens dat geschiedenisboek werd de teller van die tijd van Oranje, die werd de kanalengraver genoemd. Terwijl ik zeker weet dat die man geen meter kanaal heeft gegraven. Die man die zei, graaf een kanaal. En de tweede pagina, dat ging uitsluitend over Karl Marx. Er werd zelfs een stuk van de opening. Er waart een spook door Europa. Het spook der communisme. Des communismus. En een mooie foto erbij van Karl Marx. Van een beeld van hem. En nog even vertellen dat hij in Londen had gezeten. En heeft hij die Engels ontmoet. Dat is de geschiedenis van 1750 tot 1850. Dus ik werd een partijtje. En mijn dochter tegen mij van kalm, 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 kalm. Straks krijg ik daar nog gezeur mee. Nou, zei ik tegen haar, als je daar gezeur mee krijgt, dan breek ik helemaal de tent af. En toen glimlachend erachteraan van ja, ik snap het wel. Ik zal niet de moeite doen. En toen ben ik naar de geschiedenisleraar gegaan en heb ik die man een titel gegeven van een boek. Lees dit boek. Zodat je als leraar een beetje achtergrond hebt. Background. Waar die Beiers Illuminati gehad, die oprichting. Wat een voortvloeisel is van de Sociëteit van Jezus. En dat is een voortvloeisel van de Tempeliers. De Knights Templar. En dat is allemaal verbonden met de katholieke kerk. En ergens in 1850, dacht ik, toen werd het katholicisme weer toegestaan in Nederland. Er kwam er een opleving. Nou, leuk is dat. En momenteel zijn we weer helemaal katholiek. Allemaal lekker aan de homoseks. Ja, een beetje klagen, ja, kleine kinderen worden verneukt. Goh, 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 waar zou het vandaan komen? Ja. Katholicisme misschien? Een katholicisme is niets meer dan het geloof te vervangen door een door jou verzonnen formeel stelsel. Wat merkwaardige overeenkomsten vertoont met de opbouw van de SS. Ik vergeet altijd wat die afkorting was van de SS. Sorry, ik pak even Google erbij hoor. SS en dan Hitler. SS Hitler, wat was het ook alweer? Oh, die Stutzstaffel. Maar wat is dan een Stutzstaffel? Dan moet ik even translate.google erbij hebben hoor. Wat is een Stutzstaffel? Jullie weten dat natuurlijk uit je hoofd. Ik moet dat gaan opzoeken. Detect. Wat nou? English detected? Oh, ik kan even een foutformulier gaan lopen invullen. German is dat natuurlijk. Maar wat is dan op zijn Duitse? Wat? Schutstaffel. Geen vertaling van. Oh. Oh. Even kijken. Ik val nog helemaal van mijn bed af. Die SS. Schutstaffel. SS history. Maar dat betekent dus helemaal niks. Oh, daar ga ik het toch eventjes over hebben met mijn Duitse vriend.
Oh, hier staat het onder. What does the term SS stands for? Ja, voor Schutzstaffel. Maar wat betekent dat op z'n Duits? De Schutzstaffel, die is georganiseerd na de Jezuïeten, hun vorm van organisatie. En dat is geschiedenis, als je dat kinderen leert. Van, oh, wie is er voor de SS? En wie is er niet per se voor de SS, maar vindt de organisatie van de SS wel heel mooi. Organisatievorm. Dus slim in elkaar, hoor. Wordt goed rekening gehouden met aantallen. Je kan niet 1000 mensen een kringgesprek laten voeren. En 3 mensen, dat is een beetje weinig. Dat is meer voor het hogere niveau of het lage niveau in detail. Over de grote lijnen, bepaalde aantallen. En die Knights Templar, die zijn, wat was het? 1481, 1281. Toen hebben zij zich teruggetrokken in Zwitserland. En dat hoofdkantoor daar in Italië, dat hebben ze lekker gehouden. Een mooie, een vooruitgeschoven post. Een frontpost. Een winkel. En Londen hebben ze te pakken. Het binnenstukje van Londen. London City. Nee, de City of London. Dat is een vierkante mijl. 1,6 keer 1,6 kilometer. Ongeveer 2 vierkante kilometer. Dat is een staat. Net als Vaticaan, dat is ook een staat. Dan heb je nog Washington. Dat is ook een staat. Op zichzelf. Jaren van 1700 tot 1800 is daar het grote gevecht geweest. Om Amerika. En dat hebben ze gewonnen. En ze, dat zijn de universele, de SS'ers. De katholieke fascisten, moet je ze ook noemen. Mensen die hier geloven in de werking van symbolen. Terwijl symbolen, ja, die werken niet. Dat is maar een symbool. Het kan een reminiscentie oproepen, een herinnering. Het speelt in op je. Heette je archetype. Er zijn altijd bepaalde beelden die spreken je aan. Bijvoorbeeld dat een film een gelukkig einde heeft. Of in het geval van de swastika, dat alles altijd doorgaat. Daar staat de swastika voor. Ik kan er nu niet bij pakken, maar je weet wel hoe het ding eruit ziet. Het is een kruis dat in de rondte draait. Stel je voor dat je een constructie maakt met een fietswiel en dan 4 gaspijpen erin. En dan doe je de gas erheen en aan de buitenkant maak je 4 vlammen.
En dan ga je dat ding in de rondte draaien. Dat is de swastika. Dat is ook het onderliggende idee. En ze maken gebruik daarvan. En wij trappen erin. Wij denken dat ieder jaar dat het weer nieuwjaar is. Het is helemaal nooit nieuwjaar. Dat ik ook zou willen tot wij, als ik mag stemmen, dat we de kalender nog eens een keer onder ogen nemen. En het nieuwjaarsfeest, dat schaffen we af. Ja, dat mag je wel doen, als mensen dat willen doen. Als er andere mensen zijn die willen 1 februari juist met de hele familie in een rokerige woonkamer zitten in een voorhuis van een kopstaartboerderij in Drenthe. Bijkomend van het feest van 31 januari. Dan moet jij dat lekker doen. Maar niet van overheidswegen. En als er van overheidswegen toch dat gewenst is door het volk, dan zou ik echt onmiddellijk zeggen. Wij vieren de winterzonnestilstand, de zomerzonnestilstand, de lente-equinox en de herfst-equinox. Die mogen wat mij betreft, ja, wat kost dat nou voor de overheid om dat te organiseren? Behalve dat ze 1 keer optypen op de website www.nl.overheid.com of zo. Wij vieren feest op de... Oh, alleen maar een klikje, wij vieren mondiaal feest. 4 keer per jaar doen we feesten. Misschien dat de overheid nog gebouwtjes ter beschikking kan stellen. Ja, het is dan en dan is het winterzonnestilstand en dan moet de kleiclub moet eruit. Omdat het een consensus is. Het hoeft er helemaal niks te kosten. Oh ja, het andere wat ik ook wil afschaffen. Winkelopeningstijden. Kappen met die handel. Dat geldt ook voor bedrijfstijden, dat mensen om 9 uur op hun werk moeten zijn. Niet, helemaal niet. Als jij gaat werken, dan maak je een afspraak voor een aantal uur. En je komt. En je werkt zoveel uur. Of je doet zoveel prestatie, want dat kan ook, dat dat de afspraak is. Dat jij met je werkgever hebt afgesproken van, het heet stuksloon, heet dat. Als jij hem 1 uur 's middags aan kon kakken. En dan maar s'avonds om 6:30 denk je van, hé, nou, ik heb weer gewerkt. En iedereen zegt, maar joh, je moet om 9 uur op je werk zijn. Alle kinderen moeten om 9:15 op school zijn. En waarom? Er is helemaal nergens voor nodig. Het heeft geen inhoud. En het kost wel allemaal geld. Het is niet alleen vervelend, het kost je ook nog geld. Nee, maar dan wordt het extra lekker gezellig, zeg. Ook totaal blij. Ik zou heel graag stemrecht willen hebben. Dat is zo fijn. Wat voor onzinwetten ga ik nog afschaffen? Oh ja. Visvergunning. Er zijn hier in Arnhem en omstreken, namelijk in heel Nederland en waarschijnlijk ook, ik weet wel zeker in België ook. Daar zijn visvijvers. En die worden onderhouden. En dan mag je in vissen. En dan ga je betalen. Dan moet je een vergunning hebben. Toen ik klein was, en ik viste heel veel.
En kocht ik een vergunning voor de Amstelveense vijvers. Nou, die was toen nog niet zo groot. Dat was een jaar of 7 of zo. Kortom, ik kwam ver genoeg in de ruimte om te vissen. En dat was echt niet duur. Dat was 4 gulden of 3,50 gulden voor een heel jaar. En dat gold voor de vijvers van Amstelveen. Waar ze vis in uitzetten. Waar af en toe iemand langskwam om te controleren hoe het was met de vis. En daarnaast had je het openbare gebied. De rivier de Amstel. Daar was geen visvergunningsbeambtenaar nodig. Want er was geen visvereniging. De Amstel is een partij water en dat komt allemaal van die Duitsers, denk ik. En dat stroomt dan naar Amsterdam. Of juist de andere kant op, dat weet ik ook niet. Ja, daar zit ook vis in. Dan moet je daar een vergunning voor hebben? Volgens mij niet. Die rivier wordt niet in die zin verzorgd. Die boten die door de Amstel varen, zo'n transportboten, ja, die betalen maar voor de Amstel. En dat er dan vervolgens in die Amstel, daar zat paling zat erin en baars. Paling en baars, kun je eruit trekken. Nou, hier momenteel in Arnhem, en ik heb het ook gezien in Amstelveen, waar ik ben opgegroeid, ook. Daar moet je nu een visvergunning hebben om in de rivier te vissen. Straks moet je nog een visvergunning hebben om aan het strand te vissen. Ze doen ook al moeilijk over het plukken van paddenstoelen. Dat mag dan ook niet. Ook als ik zou stemmen. Ik ken mensen die zijn biologisch onderlegd. Die lopen door een bos. En die zien gelijk. Oh dit. Oh dat. Oh zus. Oh zo. Die kunnen bomen blessen. Het bosgebied hier bij Velp, dat is verzuurd, de grond. Dan krijg je van een beetje van die bleekgroene plantjes. Wat groeit er nog? Wat zit er voor de rest? Naaldbomen. En paddenstoelen, ja, vechten zoeken. Ik zou willen stemmen dat we hier in Velp dan, dat er een concilie komt en dat er een plan wordt geschreven. En dan gaan we bomen omhakken. Of met een cirkel, met zo'n dingzaag, zo'n kettingzaag. Maar die mannen ken ik ook, die doen dat makkelijk. Dan even denken over die grond. Hoe krijg je die dat zuur moet eruit? Daar kan je over. Het is echt interessant. Ik zou overal mee willen denken hoe je dat moet doen. Waarschijnlijk is het een keuze van de juiste vegetatie. En dan herstelt zo'n gebied zich. Ik zou ook vinden dat iedereen in Arnhem die een tuin heeft, dat die daar vierkante meters van mag afstaan. En dan wordt daar een
kas op geplaatst. En dat moet een beetje fatsoenlijk zijn, dat de buurt het niet te erg vindt. En als de buurt denkt van, nou, laat die kas maar staan, hebben we geen last van. Nou, iedereen een kas in zijn tuin. En als je zelf niet wil onderhouden, dan verhuur je die kas. Voor geld of voor een deel van de opbrengst. Dat kunnen burgers zelf wel overeenkomen. En dat de overheid dat stimuleert. Dat er van overheidswegen handige bouwtekeningen komen en leuke ideeën van hoe je een kas maakt. En dat kan je heel duur doen. Dat kan je ook super simpel doen hoor. Als je het juiste plastic weet te vinden. En je hebt een goede boormachine. En je bent een beetje handig. Dan heb je dat zo in elkaar. Daar zou ik voor willen stemmen. Ik ken een man die kweekt salamanders in zijn tuin. En dan niet in een aquarium, maar real life. Die man die moet huursubsidie krijgen. En misschien dat die man dan wel verplicht is om een YouTube filmpje te maken met hoe hij het gedaan heeft. Waarbij hij niet zelf met zijn hoofd in beeld komt. Maar wel uitlegt van dit heb ik gedaan. En daarom heb ik het gedaan. Want de natuur gaat hem wat aan. Ja, daar zou ik totaal voor stemmen. Er zijn wel meer ideeën waar ik over zou willen stemmen. Het gaat allemaal om hetzelfde. En dat is om de natuur terug te krijgen in de stad. Dan kan het niet rechtsom, dan doen we het linksom. Maar die natuur moet terug. En dat houdt in gebouwen slopen. Er is niet zo'n groot probleem mee. Vlak bij mij staat een gebouw, dat mag van mij onmiddellijk gesloopt worden. En dat nieuwe filmhuis wat ze gemaakt hebben, wat ze aan het maken zijn, nu onmiddellijk mee stoppen, alle stenen mee naar huis nemen. Het maakt alleen maar schaduw. En als mensen dan toch zo graag gestapeld willen wonen, ja, dan moeten we goed nadenken over het schaduw, de schaduwveroorzaking. Ik ga afsluiten. In Londen, daar werd een ziekte ontdekt. En die heette, die noemen wij, de Engelse ziekte. Nou, dat bleek geen ziekte te zijn, maar een gebrek. Een dagelijks gebrek. Een gebrek aan zonlicht. Wij mensen hebben zonlicht nodig om de vitamine D aan te maken. We hebben ook zonlicht nodig om blij van te worden. Als wij voortdurend moeten wandelen tussen koude gebouwen met zo'n windtocht daaronderin. En geen zonneschijn. Dan worden wij ziek. En letterlijk ziek of ziek in ons hoofd. En dat laatste is het meeste aan de hand. Want iedereen houdt zich in leven door vitamine D, D3 te gaan slikken. Houdt de industrie mooi bezig. Dus dat lichaam redt zich nog wel even.
maar voor jezelf, met je hoofd, of je ziel. Is dat niet zo fijn? Mijn bier is helemaal op. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En geluk met de verkiezingen.